Driebergen heeft een zeer forse relatie met Elburg. Hij heeft hier in zijn jeugd gewoond en in de paar jaar voordat hij stierf. Wie was het nou? Jan Hendrik van Kinsbergen ging op zijn zesde al het leger in, want zijn vader was legerofficier en dat leger dat trok hem enorm. Hij heeft uiteindelijk een carrière gemaakt bij de marine, dus niet bij de landmacht, maar bij de zeemacht. En hij wordt de laatste Nederlandse zeeheld genoemd, want toen hij eenmaal klaar was met zeeslagen, was de tijd van de zeeslagen eigenlijk ook al voorbij, toen kwamen we om de zee. Dus daar houdt het eigenlijk op voor de echte grote maritieme successen van Nederland. Waar kunnen we van Kinsbergen van kennen? Hij vocht in de Engelse zeeoorlogen, dus de grote handelsoorlogen tussen Nederland, de Republiek en het Britse Keizerrijk. Hij vocht de slag om de Doggersbank. Dat is een zandbank een beetje in de buurt van Terschelling en Texel. En daar is hij ook door geridderd en in zijn wapen zitten dus ook zeehondjes. Het zijn ontzettend lelijke zeehondjes, maar het zijn wel zeehondjes. Waarom is hij belangrijk voor Elburg? Hij had banden met Elburg en hij deed ontzettend veel aan liefdadigheid. En een van de dingen die hij voor Elburg heeft gedaan, is dat hij hier een school heeft opgericht om jongens voor te bereiden op een carrière bij de marine. Waar echt mannetjes. Dus laten we zeggen, vanaf een jaar of 8, 9 konden ze hier al terecht. En het was echt een ouderwetse Franse school, dus ze kregen Frans, Latijn, heel veel navigatie, natuurkunde, wiskunde, alles wat je nodig had om een succesvolle carrière bij de marine te doorlopen. En dat instituut trok jongens uit Duitsland, Frankrijk, Nederland naar Elburg om hier onderwijs te volgen. Dus dat was echt bijzonder. Was dat zo'n mooie heet. Ja. Dit is het eerste plan, dus die pontons die hier komen te liggen. Met een loopbrugje hebben we hier een ponton en met een loopbrugje hebben we daar een ponton. En die pontons die zijn wel zo groot dat ze tot halverwege de gracht komen. Maar goed, dus dat is eigenlijk heel globaal het speelveld en de kant van de tribune. We hebben contact gehad met de mensen van de ijsbaan. Die mogen we gebruiken. We mogen ook het clubhuis gaan gebruiken. We betrekken de vereniging of de ijsbaan, het bestuur ervan. Betrekken we eigenlijk bij de organisatie, zodat we ook gebruik kunnen maken van de kantine en alles wat hier nog meer in zit. Misschien dat we hier een grote tent gaan neerzetten voor de spelers, voor de catering, dat zien we nog wel even. En er komt overigens hier ook een tent te staan, ook voor spelers, voor wie dan ook. Die kleding, dat is ook nog wel, dat moet er in ieder geval in een aantal gevallen is dat best een toestand. We zien van Kinsbergen, de ouderen daar. Van Kinsbergen heeft daar nog een buikje, dus daar hebben we al op gecast. Grapje niet. Links zie je Van Kinsbergen, dan is hij al wat ouder. Je ziet daar ook de onderscheiding die hij heeft, die ster op het revers. Dat is geloof ik de orde van Sint-Joris. Ja, inderdaad. Dat kreeg hij bij de Doggersbank. Na de slag bij de Doggersbank. Daar in het midden zie je Van Kinsbergen als hij wat jonger is, dan is hij... dan is hij ook iets meer casual gekleed, want zo op links ging hij natuurlijk ook niet de schuit op. Hè? Dat was wel erg chic. Dat middels is meer zijn, laten we maar zeggen, zijn dagelijks tenue op de schuit. En Van Kinsbergen de jongere, dat zullen we straks wel zien, er zitten twee Van Kinsbergens in twee verschillende tijden. Dat is meer voor de jongere Van Kinsbergen. Dan zie je op rechts een wat jolige kadet. De man is blij dat hij aan wal is, denk ik. Er zitten in het stuk ook een aantal kadetten. Annemarie zei het al, Van Kinsbergen heeft een school opgericht, een onderwijsinstituut. In ons stuk komt Van Kinsbergen naar Elburg en die komt die kadetten zijn kennis geven, zou je kunnen zeggen. En die kadetten die moeten er al een beetje uniform uitzien. En dat plaatje dat we daar hebben, dat daar staat, dat past al ongeveer bij hoe die kadetten eruit moeten komen te zien. Ze zijn toch niet allemaal zo slecht? Hier, neem onze eigen Van Kinsbergen. Die heeft toch... Oh, onze Van Kinsbergen. Bedoel je die Van Kinsbergen die de slag bij de Doggersbank verprutste? Laat me niet lachen. Het bestuur van Stichting 8081 staat hier op dit moment de voorzitter van Joop Zwart en de penningmeester Marien Pruis. Ja, twee belangrijke mensen natuurlijk voor de stichting, maar zeker ook voor dit project. Een heel nieuw project wat te maken heeft met Van Kinsbergen. Ja, hoe rijk kun je zijn als gemeente Elburg dat je daar een prachtige uitvoering van mag maken. Meneer Zwart, hoe lang zijn jullie daar al mee bezig? Nou, we zijn al zeker een
Nou ja, al wel een jaar weten we dat we dit willen gaan doen. Omdat dit van Kinsbergen stond hoog op ons lijstje om dit te gaan een productie van neer te zetten. In 2019 is het 200 jaar geleden dat van Kinsbergen is overleden. En daarmee wilden we iets gaan doen. Wij niet alleen, maar het is een project wat in meerdere plaatsen speelt waar van Kinsbergen heeft gewoond. Maar Elburg speelt daar wel in de hoofdact. En wij zijn het laatste half jaar bezig, afgelopen half jaar, om alles de puntjes op de i te zetten. En ja, dat moet een heel groot iets gaan worden. Op een hele mooie locatie. Ja, dat hoorden we vanavond allemaal, want er is heel veel verteld. En er was ook best veel belangstelling voor, maar ook leuk dat mensen die meespelen, dat die vanavond ook hier waren. Dan krijg je al een beetje een inzicht van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja... Dan komt de penningmeester natuurlijk en dan vragen we van hoe gaat het met de financiën op dat moment? Ja, nou gelukkig gaat het goed met de financiën. Het is zo dat we een buffer hebben opgebouwd met onze openluchtspelen van de afgelopen jaren. En ja, we hebben fondsen aangeschreven om een bijdrage te vragen. En dat ziet er nu, zoals het er nu naar uitziet, dan loopt dat heel goed. Ik kan me voorstellen dat er nog best wel veel zorgen zijn, want het is nu november en in mei is pas de voorstelling. Zijn er dan nog heel veel dingen waarvan je zegt van er moet nog heel veel gebeuren? Ja, net hadden we het al even over de locatie, die is natuurlijk bekend. Dat is het Nederlands Bergje waar gespeeld gaat worden. Ja, als je dat een beetje kent, daar is natuurlijk helemaal niks. We hebben natuurlijk meerdere producties gedaan, dan was het of in de Bottenwerf of bij het museum. En daar zijn alle middelen ter beschikking. Maar hier is dus eigenlijk helemaal niks. Dus we moeten niet alleen voor decor zorgen, maar ook voor alle licht, geluid, alle effecten die er moeten gebeuren. Dus dat is wel een hele uitdaging. Ook de horeca die we zelf willen gaan doen, de catering. Dus daar moet wel wat puntjes op de i gezet worden nog. En dan is het goed dat je natuurlijk sponsors hebt. Ik hoorde al iets van dat over een ponton praten. En dat zal waarschijnlijk toch door de genie misschien gedeeld worden. Maar sponsors, hebben jullie daar al idee van wie daar bij betrokken zijn? Nou, qua sponsoring nog niet. Maar ja, in feite is iedereen die denkt van ik wil een stukje sponsoren van zo'n uniek evenement. Dan kan het natuurlijk. Aan de andere kant hebben we niet alleen dat geld of inkomsten via de sponsoren of via de fondsen die we aangeschreven hebben. Maar we gaan uit van met onze begroting van 700 toeschouwers per avond. En die brengen ook geld in het laadje. Maar goed, dat is een onzekere factor. Daar kunnen we niet echt blind op varen. Dus ja, qua sponsoring, voor zover dat nog lukt, het wordt wat rumoerig. Ze worden enthousiast. Maar in ieder geval, met sponsors zijn van harte welkom. Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie de kaartjes niet zo hoog willen maken dat je zegt van het is voor een bepaalde groep mensen dat iedereen toch de gelegenheid heeft om daar ook naartoe te kunnen. Ja, die prijs van de kaartjes zal ongeveer gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren wat de mensen van ons gewend zijn. En net wat u zegt, we willen die prijs niet naar een €25 opdrijven, want dat kan de mensen afschrikken en dat is zeker onze doelstelling niet. Nou, ik kan me voorstellen, jullie hebben nog heel veel werk te doen. En ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. We zullen dit volgen, want voor ons is het natuurlijk ook heel spannend van wat kunnen we straks in mei daar komen zien. Goed zo, bedankt. Ja, dankjewel. Ja, Freek van Heijden, jij bent dé regisseur voor dit stuk van Kinsbergen. Geweldig stuk. We hebben vanavond heel veel mogen zien en horen al. Hoe zwaar is dit stuk? Zwaar. Ja, hoe zwaar? Dat is een mooie vraag. Ja, zwaar als je dan bedoelt ernstig. Nou, dan kan ik je vertellen, het is ernstig, want het is wel af en toe behoorlijk dramatisch. Maar er zit ook wel echt humor in. Er is vooral heel veel te beleven, er is veel te zien. En dat moet ook wel, want de locatie waar we spelen, die is zo groot. Daar moeten we wel voor zorgen dat mensen iets hebben om naar te kijken. Dus er gebeurt veel. En zoals mensen misschien al wel een klein beetje van ons gewend zijn van 8081, er zit wat drama in, er zit wat humor in, er zit wat spanning in, er zit wat spektakel in, er zitten verrassende elementjes in. Dus het is ernstig, maar niet alleen maar, zeker niet. Nou, dat hoort ook een beetje bij het, als jij meespeelt in de zin van of regisseur of in ieder geval medespeler. Maar ik vroeg me dus wel af van, je moet ergens beginnen.
En hoe kwam je nou op het idee om naar Van Kinsbergen te gaan? Heeft het te maken met die 200 jaar volgend jaar? Ja, eigenlijk wel. En dat is een belangrijke oorzaak. Dus Van Kinsbergen is volgend jaar 200 jaar overleden. Dus dat is een soort eeuwfeest eigenlijk. Dat is één ding. Maar een ander ding is ook dat we met onze met Stichting 8081 steeds ook op zoek zijn naar andere locaties. We hebben een paar keer de Kloostertuin gedaan. Prachtige locatie natuurlijk, heel erg mooi. Maar toen dachten we ook, ja, maar als we nu de Kloostertuin blijven gebruiken, dan is het verrassende element er op een goed moment ook van af. Daarom zijn we vorig jaar naar de Bottenwerf gegaan. En dit jaar, dus voor volgend jaar, de volgende productie, wilden we weer iets anders doen. En toen kwamen eigenlijk een aantal dingen bij elkaar. Namelijk het water. Nou, dat is altijd goed, hè, natuurlijk, in Elburg. Maar ook de locatie. Ja, dan kunnen we weer eens iets heel anders doen. Dus dan gaan we naar dan kunnen we naar de gracht. Nou, het bleek vanavond nou wel dat er gelachen werd. Een stukje ernst. Maar vooral dat iedereen er heel veel zin in heeft. Want we hebben net genoemd van wie er allemaal meedoen. Hoeveel personen bestaat de productie? Als je kijkt naar ook alle vrijwilligers die achter de schermen meehelpen. We hebben hier bijvoorbeeld ook vanavond de ploeg gehad van 7 dames die ons helpen met de kleding. Het bestuur bestaat uit 7 personen. We hebben een aantal technici die meedoen. We hebben een man of 15 aan spelers. Tel het allemaal maar eens bij elkaar op. En je komt al heel gauw, straks ook als we gaan opbouwen natuurlijk, hè, ook heel belangrijk. We hebben de decorploeg hier nog niet eens gehad. Die was hier vanavond niet. Dus als we alles en iedereen straks bij elkaar optellen, nou, dan is 50 man, dat tikken we zo aan. En hoe lang ben je er dan mee bezig geweest, vanaf het moment dat je hier aan begon? Nou, het idee was er al een tijdje, dus we gaan het over Van Kinsbergen hebben. Maar het verhaal schrijven heeft me best heel veel tijd gekost. Ook omdat we een beetje aan het stoeien waren met de vraag, hoe doen we dat nu precies? Hoe maak je het interessant? Het levensverhaal van iemand is wel mooi, maar op deze grote locatie, hoe zorg je dan voor dat het spannend blijft? Dus daar hebben we best ook met het verzinnen van het idee van hoe komt het verhaal er ongeveer uit te zien. Hebben we wel een aantal sessies voor gehad. Dus dat is één. En daarna echt het typen van de tekst. Ja, dat is ook heel vaak of heel veel weer weghalen. Dus dat je denkt, ik ben er bijna. En toen kon ik eigenlijk de hele zwik weer weggooien. Omdat ik dacht, nee, maar ik kom er niet uit. Ik kom straks in het tweede bedrijf niet uit. Of ik kom niet... er zitten een paar kleine wetmatigheden in, zou ik bijna zeggen. In een stuk van 8081 moet er altijd wat te lachen zijn. En dat personage moet eigenlijk ook nog altijd een belangrijke rol hebben. Dus ja, hoe doe je dat dan precies? En wanneer komt hij erin? En hebben we wel genoeg afwisseling tussen alle personages? Nou, allemaal van die dingen waar je heel veel over na moet denken. En dat kost best even wat tijd. Denk je dat in Nederland nog belangstelling zal zijn voor dit stuk? Want het speelt natuurlijk ook in de rest van Nederland. Ja, Van Kinsbergen is een man geweest die niet alleen belangrijk was voor Elburg, maar eigenlijk ook voor nog veel meer steden in Nederland. En het zou zo kunnen zijn dat er mensen zijn die zeggen, oh ja, maar Van Kinsbergen was bij ons ook een belangrijke figuur. Dat is interessant, we gaan naar die productie kijken. Misschien zijn er zelfs wel mensen die zeggen, oh, maar dit is eigenlijk wel tof om bij ons te spelen. Ja, dat zou kunnen. We hebben wel eerder producties gehad van 8081 die heel sterk lokaal waren. Dus die echt heel erg bij Elburg hoorden. Dat is deze ook wel, want Van Kinsbergen heeft echt niet overal een school opgericht. Maar je kunt dat wel een beetje plooien natuurlijk. Dus wie weet. Nou, wij gaan het volgen en we wensen jullie natuurlijk heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.